Of heb je even getwijfeld? Ik was al eens eerder gevraagd en toen kwam het niet uit. Want je moet toch een aantal data blokken. En het vorige seizoen heb ik heel fanatiek gekeken. En ook heel fanatiek antwoorden geroepen vanaf de bank. Want dat doe je bij dit programma. Toen dacht je, hey, ik kan vaak goede antwoorden. Ja. En toen zei mijn dochter, ja pap, nou moet je ook gewoon een keertje meedoen. En ik werd gevraagd. En toen heb ik tegen mijn dochter gezegd, oké, voor jou doe ik mee. Dus het was eigenlijk voor haar. En het was een superleuk avontuur. Ja. En jij, Martin? Ik twijfelde pas achteraf. Oh. Nee, ik zei meteen ja. En dat ging ook heel snel. De volgende dag zat ik al 's morgens aan de koffie met iemand van de redactie. En toen zei ik van, nou, dan moet ik zeker door een ballotage. Maar na een paar proefspelletjes was het van, jij zit erin. En pas daarna denk ik van, oh hemel, waar heb ik nou ja tegen gezegd? Ik hoorde dat jij heel fanatiek bent met voorbereiding. Ik kreeg een tip, je kan die app gaan spelen. Ja. En dat leek me efficiënter dan heel veel uitzendingen terugkijken. Want ik heb heel veel uitzendingen ook al gezien. Die app heb ik iets van 375 keer gespeeld. Zo, tegen willekeurige mensen die ik helemaal niet ken. En nou ja, toen het allemaal achter de rug was, heb ik ogenblikkelijk die app eraf gegooid. Want het was zo mijn leven van die periode gaan beheersen. Dat ik helemaal gek is dat faalangst? Dat je denkt, je wil scoren, je wil winnen natuurlijk. Maar ook de angst om af te gaan als journalist. Dat is vooral. Als journalist inderdaad, je pretendeert van heel veel dingen wat te weten. Dus je wil een beetje goed voor de dag komen. Ik had twee collega's, hoofdredacteur onder andere, die het heel ver hadden geschopt. Dus en wat iedereen had, je wil in ieder geval die eerste overleven, want je wil gewoon graag door. Ja.